heb ik dat weer. Ik ben net hier. Startoog afgebroken. Ja, dat zal wel komen omdat ik vorige week met hengelen en al onderuit ben gegaan. Ik ben bang dat het een hele korte sessie wordt. Het is niet echt mijn dag. Ik heb pijn in mijn rug. Mijn pet waait net af het water in. En het startoog van mijn hengel breekt af. Nou, we zullen zien hoe lang ik het nog volhoud. Als die stoeken nog wat groter worden, dan, nou ja, dan blijf ik nog wel een tijdje. Deze mag terug. Na een misser en twee pruiken ben ik toch maar vroegtijdig gestopt. Inmiddels ben ik thuis en omdat ik morgen wil gaan vissen, eerst maar even snel een noodoperatie. Ik begin met het verwijderen van de oude wikkels. Noem het gerust een rotklusje met al die moderne, keiharde composietmaterialen. Maar ik schiet al aardig op. Dit is het type titaniumoog dat afgebroken is. Een titanium startoog. Met enkele poot, zoals pas afgebroken is, heb ik niet. Maar ik vond nog wel dit in mijn la. Een stukje gevlochten lijn. Helaas niet zwart, maar goed. Het is een noodoperatie. Een brugoog van een karperhengel. Eigenlijk veel sterker. En een potje blanke hengellak. Nou, aan de slag dan maar. In stap 1 heb ik de onderste, dubbele poot even vastgezet met een stukje tape. In stap 2 zet ik het einde van de wikkeldraad even vast aan de hengel met een stukje tape. Vervolgens maak ik een lus in de draad aan de kant die ik als eerste vast ga zetten. Het wikkelen gebeurt straks over de lus heen. Je ziet nog waarom. Leg de wikkelingen goed strak tegen elkaar aan voordat je ze aantrekt. Als de wikkeling klaar is, gaat het einde van de lijn door het lusje. Nu nog de andere kant van het lijntje onder het tapeje vandaan halen. En aantrekken. Zodat het lusje onder de wikkelingen verdwijnt en het zaakje mooi afgewerkt is. Hetzelfde doe je nu aan de andere kant. Ik weet dat het mooier, beter en sneller kan, maar het is een noodreparatie. Ik wil immers morgen vissen en bovendien, ik ben nog niet klaar. Hengellak moet een paar dagen drogen en omdat ik morgen wil vissen, heb ik voorlopig even de nagellak van mijn vrouw gebruikt. Het ziet er nu nog niet uit, maar dat komt doordat het nog niet netjes afgewerkt is. Er zitten nog doorzichtige tapejes op. Komt goed. Ik vind het prima zo voorlopig. Ik ben een visser en geen schoonheidsspecialist. En mezelf kennende ziet hij er over 10 jaar waarschijnlijk nog zo uit. Oké, tot de volgende keer en vang ze.